Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 24 hier in Canada. Heb jij de vorige video in Imola gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kan zien. We hadden daar een P6 te pakken, dus we bleven in de race voor het kampioenschap. We hebben wat marketing department evenementen. En zoals je dat net zag in de flits, P6, dat was ons resultaat in Imola. Kijken wat wij hier in Canada kunnen gaan doen. We hebben genoeg resource punten, dus we kunnen wat upgrades gewoon gaan bestellen namelijk. Dat is goed om te zien. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook een like op het belletje als je geen enkele video meer van mij mist. Like die als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik het hem in de beschrijving. We hebben gewoon veel dingen ingekocht namelijk. En dat is gewoon alleen maar goed, want we zitten in de race voor het wereldkampioenschap. Vorige wedstrijd verliep gewoon hartstikke goed namelijk, want we werden zesde. We hadden weer wat punten binnengeharkt voor het team. En hopelijk kunnen we dat deze wedstrijd voortzetten in Canada. Ik ben er altijd heel erg sterk in. Dus misschien kunnen we voor de pole vechten, misschien ook niet. De activiteit, tijdlijn, alles is volgens mij al compleet. En dit zijn dus alle upgrades die eraan zitten te komen of die ik heb gekocht. We hebben genoeg resource punten over, dat is goed om te zien. Dus we kunnen misschien iets gaan kopen. Sommige zijn ook in development. Ik zit dan even te kijken wat gewoon het beste is. Haast is er helaas niet. Dat is jammer, maar we hebben iets gekocht namelijk. En dat is goed om te zien. Hopelijk brengt dat ons wat meer naar voren toe. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car, ready for the next race weekend. Could you take a look at this for us, please? En we moeten wat scenario's gaan kiezen welke het verstandigste is voor het team. Geld verliezen of meer betrouwbaarheid verliezen, dan heb ik toch liever wat geld op wat verloren gaat. Want betrouwbaarheid is o zo belangrijk namelijk. Front wing is ge-upgrade. MGUK is niet meegenomen helaas, jammer. Dus dat moeten we gaan zien te herkopen. Kijk maar, part failed, nou dat was het bovenste stukje. En dat moeten wij opnieuw gaan kopen. Dat dus. En we hebben daar ongenoeg resource punten voor. Dus dat kan helaas niet. Twee andere upgrades zitten eraan te komen. We staan op P6 van de R&D boom. Onze vorige resultaten waren een eerste plek, een negende plek en een zesde plek. Hopelijk kan dat in Canada weer een eerste plek worden. En dan pakken we misschien het klassement over van Max Verstappen. Want we vechten met Bottas, Verstappen, Perez en Hamilton om de wereldtitel op dit moment. Massa deed het afgelopen race ja, wat minder. Pakte geen punten. Dus daar moet deze race wat aan veranderen. Maar eerst de kwalificatie voor de grootprijs van Canada. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Het is op dit moment prachtig weer in Montreal. Kijken wat dat gaat opleveren voor ons. Schieten we een klein beetje door in de eerste bocht, maar het is geen probleem. We moeten het hoofd gewoon koel zien te houden. En geen fouten maken. Op Canada ben ik altijd bloedsnel, terwijl Daniel Ricciardo een 1.98 laat noteren. En wij hebben zometeen onze tijd genoteerd en dat is een P3 op 3/10 van Valtteri Bottas. En Perez is sneller gegaan. We zijn aan het einde van Q1 beland. Kijken of wij ons kunnen verbeteren. We staan op dit moment op een P11. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Maar ik wil wat meer verder naar voren staan. Zodat de jongens die nu hun tijd gaan verbeteren ons er niet uitduwen. Groen bij de Delta. Momentje overstuur op de exit. Maar dat is geen probleem. We zijn een paar duizendsten onder onze eigen tijd gedoken.
komen aan bij de laatste bocht. Neem per ongeluk een corner cutting mee. Helaas pindakaas, maar we komen over tot het finish en dat is een P1 met een 1.87. 17e halen wij eraf. Van onze eigen tijd. Uitslag van Q1, Bottas sneller, een 10e. Wij dus naar P2, Perez op P3. En is Felipe Massa door naar Q2? Dat is de vraag. Hij is door naar Q2 en duwt George Russell eruit. Op een 10e. Zijn aanbeland bij Q2 en het einde van Q2 zelfs. Ik heb besloten om op die medium band te gaan starten. Dus dit wordt onze enige run in Q2. Alles of niets poging om te kunnen kiezen of dit de juiste beslissing was. Felipe Massa staat op P12. Deze bochten nemen we allemaal heel erg goed. Hamilton ook op de medium band. We krijgen een corner cutting waarschuwing, maar daar houdt het alleen maar mee op. En we komen op een P1 met een 1.84. Goed om te zien. Uitdaging van Q2, Bottas weer sneller, een 10e. Wij dus naar P2, Hamilton naar de softband gegaan, komt een 10e tekort. Giovinazzi, P10. Duwt Ricciardo eruit en Massa vertrekt op P16. Dus dat is jammer om te zien. Wij dus als enige op de mediumband in de top 10. We zijn aanbeland bij het laatste deel van Q. De kwalificatie bedoel ik, mijn fout. Ik wou zeggen de qualifying. Het rammelt hier enorm van de vuurwerk. Wat hier gewoon wordt afgestoken in mijn dorp. Dat is gewoon legaal, denk ik. Volgens mij niet, maar het is ook niet eens kerst. Het is ook niet eens Sinterklaas, mensen. Zondag 5 december is het Sinterklaas. We zijn aanbeland bij het einde van onze eerste run. Nemen daar een corner cutting waarschuwing. En dat is een P1 met een 1.84. Voorlopig pole position in handen. Dan is de vraag, kunnen wij nog harder in deze kwalificatie? We gaan er gewoon voor zitten. Het zou gaan regenen, maar wij zijn gewoon sneller. We gaan naar de wijd en dat is helaas einde oefening voor ons. Want de regen is er gekomen, maar wij pakken pole position. Onze allereerste uit onze carrière. We pakken de pole position dus. 13.000ste komt Lewis Hamilton tekort. 17.000ste komt Charles Leclerc komt tekort. En 57.000ste komt Carlos Sainz tekort. Oftewel, de top 4 zit binnen. Een 10e. Heel erg vet dat wij de pole position hebben gepakt. Onze allereerste uit My Team Career Mode. Hopen nu naar misschien de overwinning. Kijken of wij onze tweede overwinning van seizoen 2 kunnen gaan scoren. Hier in Montreal op het circuit van Gilles Villeneuve. Daar gaan we dan voor My Team Career Mode aflevering 24. Hello and welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit, where pole position can often be decided by less than a tenth of a second. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Max Verstappen and Bottas.
Perez, Gasly, Norris, and Antonio Giovinazzi, Ricciardo, Stroll, Fernando Alonso, and Tsunoda, Ocon, Massa, George Russell, and Mick Schumacher, Lundgaard, Latifi, Eilert, and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we dus meenemen in deze grote prijs, zegt Jeff. We starten dus vanaf pole position op de medium compound nog wel. Dus op een compound harder dan de rest van het veld. Strategie, medium, medium, soft. Neem maar extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 24 in seizoen 2. De grote prijs van Canada staat op het programma. Ronde nummer 4 gaat beginnen met onszelf op pole position. Naast ons Lewis Hamilton. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van onze startplek. Charles Leclerc en Sainz zijn ook gewoon goed weg. Perez zakt wat terug naar P5. En wij behouden gewoon de leiding in de eerste bocht. Charles Leclerc heeft al gelijk Lewis Hamilton. Misschien al om zijn oren. Sorry, dat zeg ik fout. Hamilton heeft dan Charles Leclerc om zijn oren. Want die zitten naast elkaar. We schieten wel een klein beetje door over het gras. Maar die leiding houden wij mooi. Drukken Hamilton nu niet buiten de baan. Wat Vettel wel deed in 2019. Hebben we wat momentjes overstuurproblemen. En Lewis Hamilton zit er misschien dicht op. Kan alleen maar kijken. Maar niet aanvallen. En dat is goed om te zien. Hij zit er nu wel heel dicht op. Probeer het dan aan die binnenkant. Sorry, aan die buitenkant bedoel ik. En dat is gelukt. Maar wij remmen wat later dan de Brit. Duwen hem daar gewoon compleet wijd. En dat is nog steeds de leiding veroverd. In ronde nummer 1. Voelen nu wel de druk van Charles Leclerc. En die rijdt op die verste softband. Het is groen. We kunnen weer racen. Er is iets gebeurd. Maar ik weet niet wat. Charles Leclerc zit in mijn slipstream. Maar kan niet aanvallen. Ronde nummer 2. En het is geel. Het is geel. En Charles Leclerc probeert daar aan te vallen. Voor de leiding. Maar dat lukt niet, want wij remmen extreem laat. Volgens mij is Carlos Sainz uitgevallen in de wedstrijd. Sainz uitgevallen, jazeker. Maar er is nog meer gebeurd. Some information on Schumacher. Mick Schumacher uitgevallen. Callum Eilert uitgevallen. The virtual safety car is naar een safety car gegaan. Carlos Sainz is uitgevallen. Dus daar is iets gebeurd op de baan. De volledige safety car dus uitgeroepen. En die pikt ons nu op. Sainz staat daar nog steeds stil. Einde sector 2 is het. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. De safety car staat op mij te wachten. En daar is Bert Mailander in zijn Aston Martin. En we moeten nu gewoon bij de safety car blijven. Herhaling van de start met onszelf dus op pole position. Hamilton op P2. De lampen sprongen uit en we waren dus onderweg. En ik zie al gelijk dat een Red Bull een betere start heeft dan zijn teamgenoot. Ook Charles Leclerc was heel goed weg. En die Red Bull die raakt daar gewoon volgens mij Carlos Sainz. Dat zag ik daar heel goed. Het was volgens mij Sergio Perez. En wij behielden gewoon de leiding in de eerste bocht. Schoten daar wel wat door, schieten daar gewoon wat door. En die Mercedes en die Ferrari knokken dus om P2. Lewis Hamilton heeft dus die plek gewoon veroverd. En zo verliep dus ja, het eerste deel van de grote prijs. En dit gebeurde er in ronde nummer 2 met Carlos Sainz. En die heeft daar al een motorprobleem. Sainz valt stil. En daar moeten heel veel jongens ontwijken. Heel veel rook zie ik. Oh, daar knalt een Haas vol achterop de auto. Meerdere brokstukken op de baan. Volgens mij is Mick Schumacher zijn voorvleugel kwijt. Of is dat Nikita Mazepin? Dat is Nikita Mazepin. We zijn aan boord bij Mick Schumacher. Hier is dan die rookpluim van Carlos Sainz. En Schumacher rijdt er gewoon naartoe en rijdt zichzelf gewoon uit de wedstrijd.
Er gaat nog een andere Williams, dat is volgens mij van Christian Lundgaard. We zijn aan boord bij Lundgaard. Ja, en die knalt erop en heeft ook voorvleugelschade. Dat is Callum Islet geweest, die is uitgevallen. Dit is de tweede Williams. Ja, die moet hier een keuze maken en knalt gewoon op zijn teamgenoot. Uitgevallen Schumacher en Callum Islet. Dat is heel bizar. Ook Nikita Mazepin is volgens mij betrokken bij dat ongeluk. You will be controlling the pace on the restart. Keep it steady until the safety car has reached the pitlane. De safety car duikt naar binnen toe. En wij mogen het tempo gaan bepalen in ronde nummer 4. We willen ervoor zorgen dat wij een graadje kunnen trekken naar Charles Leclerc bij de herstart. Dat is alleen maar goed als we dat kunnen doen. Maar die andere jongens, dus achter mij, rijden op een setje softbanden en zijn gewoon veel sneller. Wij doen het hier gewoon rustig aan. Houden de banden op temperatuur. De safety car is naar binnen. En ik hoor Charles Leclerc terugschakelen. We doen het hier extreem langzaam. Charles Leclerc mag mij hier niet voorbij. We moeten ook rekening houden met de safety car lijn, hè. Dat is bij start-finish. En wanneer gaan we op ons gas? We wachten nog. En nu gaan we op het gas. En is Charles Leclerc wakker gebleven? Ja, Charles Leclerc is wakker gebleven en mijn plannetje heeft niet gewerkt. Want Leclerc zit gewoon nog in mijn DRS-afstand in ronde nummer 5. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Heel veel jongens hebben al een pitstop gemaakt. Maar wij rijden gewoon nog door. Er zijn nog 20 rondes te gaan en Christian Lundgaard heeft een tijdrap van 5 seconden. Dat komt volgens mij vanwege die touché in ronde nummer 2 met Carlos Sainz, Callum Islet, Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Islet, ik weet niet of hij daarvoor bestraft is, maar zijn teammaat Lundgaard wel. En wij rijden nog steeds aan de lijn. Het gat naar Lewis Hamilton is 10,6 seconden. We gaan proberen zo lang mogelijk door te rijden. Want Hamilton moet sowieso nog naar binnen. Ronde nummer 21 is het alweer. En ik heb wat last van neerwaartse druk. Want mijn voorvleugel heb ik ergens kapot gereden. Dus die moet worden vervangen. En we gaan dus naar binnen voor onze hopelijk late pitstop van de dag. Ik ga proberen met een eenstopper. Om in ronde nummer 21 naar binnen te duiken en 14 rondes lang op de softbanden door te rijden. We gaan het zien wat het gaat worden. Alles van de motor ziet er nog goed uit, dus wij kunnen gewoon de wedstrijd gaan winnen. En dan verstevigen wij onze voorsprong in het klassement. Maar eerst een nieuwe neus. Perez aan de leiding. Go, go now. 8,3 seconden. Charles Leclerc naar P4, Bottas 5, Ricciardo 6, Gasly naar binnen. Hamilton op P7. En we komen terug op P5. Dus Hamilton hebben we dus geovercut. Daar zitten we met een aanval op Charles Leclerc in diezelfde raceronde aan de buitenkant. En dat is goed om te zien. De volgende heet dan Valtteri Bottas, die op die medium compound rijdt. En wij hebben gewoon een verse set soft op de auto. En rijden hier gewoon heel makkelijk naar hem toe. Hebben zometeen ook DRS van hem. Slipstream, overtakeknop ingeschakeld. We kijken naar de buitenkant van de fin. En dat is P3. We rijden weer op podiumkoers. Dus dat is goed om te zien. Charles Leclerc duikt naar binnen. En we zetten de snelste race onder neer met een 1.10.4. In ronde nummer 23 zijn we bij onze landgenoot bereikt, Max Verstappen. Hij rijdt op P2, daarvoor rijdt Sergio Perez, dat gaat dus 8,4 seconden. We zetten paars in 1 en 2 neer en kijken hier weer naar de buitenkant. En dat is goed om te zien, want P2 is nu van ons. De volgende heet dan Sergio Perez en Verstappen duikt gelijk naar binnen. Het gat naar Perez is 7,4 seconden en we verbeteren ons naar een 1,9,7.
Bottas ook naar binnen voor zijn laatste pit van de dag. En Perez is naar binnen gedoken, ook voor zijn laatste pitstop. Dat betekent dat wij zometeen de leiding in handen krijgen. Met nog 10 rondes te gaan, maar dat ging net goed. De auto hadden we dus mooi gered. En nog 10 rondes te gaan en dit ziet er wel heel goed uit voor ons. Want we gaan proberen om door te rijden op deze setje softbanden. Dat zou betekenen dat wij de leiding verstevigen in het klassement. We zitten in ronde nummer 27. Okay, we have a severe engine maar, issue. Een engine issue. We moeten opgeven. Nee. Dit is niet goed. Met nog 7 rondes te gaan vallen wij uit in de grote prijs van Canada. Dit is niet de bedoeling. En hier gaan 26 punten in rook op. En daar gaat ons misschien wel onze leiding in het klassement wel weg. In het putje gegooid door een uitvalbeurt. Het is gedaan. We moeten opgeven. En dit is niet waar ik voor teken. Dit is ook niet de bedoeling als we strijden voor het wereldkampioenschap. En volgens mij is het hier al gedaan. Ja. Hier is het al gedaan en de motor begeeft het. Dat betekent 0 punten voor ons. Achterstand met Max bedraagt nu, volgens mij, als ik het goed zeg, rond de 20 punten. Dat is een overwinning. Is Max clear van ons? Helaas. Helaas, helaas. Op naar de volgende wedstrijd en hoop op een beter resultaat. Dit is gewoon heel teleurstellend. So as they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly well-deserved win. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, Crofty, this was won through an abundance of speed and an abundance of skillful overtakes. Inside, outside, cutting underneath, we saw it all today. And it's really nice to see a Grand Prix won in that manner. A race, surely, that will satisfy the purists today, I think. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag. Sergio Perez wint de wedstrijd. Max Verstappen naar P2, Bottas naar P3. Massa komt helaas tekort voor dat ene punt. En ja, wij met een eenstopper helaas uitgevallen. Perez krijgt driver of the day. Dat gat naar Perez is inmiddels 23 punten. Dus dat wordt misschien nog lastig om dat in te halen. En dit kan misschien wel een cruciale wedstrijd zijn voor het wereldkampioenschap. Maar er zijn nog 12 rondes te gaan. Ik hoop toch echt dat wij het toch recht kunnen breien en dat we misschien de titel kunnen pakken, maar het wordt wel heel lastig zo. Bottas, Verstappen, Gasly en mijzelf knokken dus voor de titel samen met Sergio Perez. Massa nog steeds 14e op 4 met 4 punten en wij verliezen terrein naar Red Bull Racing, dus dit is niet goed. We moeten dit gewoon zien te voorkomen. Maar goed, ik ga deze video beëindigen mensen. Helaas, een wat minder bijzonder resultaat na een uitstekende wedstrijd die we hebben dus gedaan. Mocht jij toch genoten hebben, beloont dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je dit leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijks F21, 21 My Team Career met content. Schakel ook, like en belletje als je enkele video meer van me mist. Reageren wat een verkeerde moet worden, vorm ik even sociale media met gebruik in de beschrijving. Ik wens jullie alvast een hele fijne Sinterklaas. Fijne pakjesavond. Gaan we natuurlijk gewoon verder met de volgende wedstrijd in Frankrijk. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F21-21 My Team Career Mode. Ga verder in Frankrijk. Tot ziens.